Defender 130, low gear, eerste versnelling. Diff is ingeschakeld, dus ik heb voor een 58%. 6 kilo mantelanker. Trekt hem door. Ik ga nu op de beugel staan, dat hij ietsje beter ingraaft, want het trekt zoals je ziet. Trekt hij hem schuin omhoog, van de wal af, van de bodem af. Ja, het is belangrijk dat de ketting op de grond ligt, dus ik ga nu ietsje meer druk op de beugel geven. En dan gaan we eens kijken wat hij doet. Dan gaat hij de grond in, de wielen beginnen door te slippen, zoals je ziet. En dan hou ik hem vast en slaat de motor uit als het goed is. Ik ga nog een keer op de beugel staan, dat hij echt ietsje dieper ingraaft. Te vergelijken met een stuk stevige kettingvoorloop. En je ziet het, vier wielen. De voorwielen draaien ook, zoals je kunt zien. Dat is niet verkeerd voor een ankertje van 6 kilo. En dat zonder ketting. Zoals gezegd, hij trekt hem schuin van de bodem. Hè? Dan zie je nog weer eens een keer het belang van dat de voldoende ketting, voldoende gewicht voor het anker zit. Anders kan het anker niet zijn werk doen. Nog één keer. Voet op de beugel. Ja, en nu? Je ziet het, de auto die gaat graven. Low gear in z'n 1.